Goedendag, we zijn hier in het Amsterdamse Bos en hier vindt over een uurtje een X-race plaats. De X-race is uitgegroeid tot een internationaal evenement en nu dus ook in Nederland te vinden. Maar wat is een X-race eigenlijk precies? Het is een familierace waarbij we eigenlijk proberen de band tussen ouder en het kind te versterken. Door middel van gewoon samen sportief leuke opdrachten doen. Waar is het oorspronkelijk, komt het oorspronkelijk vandaan, de X-race? Oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Het is daar in 2013 bedacht door Shane Hooks, de eigenaar. En hij zit al 25 jaar in de evenementenbranche. En toen kwam hij met het idee X-race. En dat heeft hij voltooid. En in 2014 kwam ik daarmee in aanraking. En wat vind jij het leukste onderdeel van de X-race? Ik vind eigenlijk de Crazy Caterpillar wel een hele leuke. Dat is in het Nederlands gewoon de funslang. Waarbij drie teams met elkaar in één rupsband eigenlijk een heel stuk moeten lopen. Gewoon omdat het eigenlijk altijd hilarische beelden oplevert. We volgen vandaag een gezin onder leiding van Monique. En hebben jullie er een beetje zin in met z'n allen? Ja! Nou, ga snel naar de race en wij gaan jullie stiekem volgen. Dit is het begin van de rups. Hier begint de opdracht. En zoals we zien gaat onze groep nu al een beetje schuin. Een hele lastige opdracht dit. Hoe ging het hier? Goed. Een beetje fout, want de rups was veel te klein. Dit is de zakklooprace, de volgende opdracht alweer. En hier komt onze groep aan. Ons gezin dat we volgen. Ze hebben wat problemen, zien we. Ze lopen vast. Ah, daar komen ze aan. De volgende opdracht is de befaamde blinddoekrace. En hier zie je onze groep de opdracht uitvoeren. De kinderen moeten de ouders instrueren hoe zij moeten lopen. Want de ouders, zoals jullie zien, zijn geblinddoekt. Hoe ging de blinddoekenrace? Ja, hij begeleidt me heel goed, dus ik ben nergens tegenaan gebotst. De allerlaatste opdracht. Ze staan te wachten, de dansopdracht. Oeh, daar gaan ze. En dan gaan ze richting de finish. De laatste meters worden afgelegd van het parcours. Zo zeg, dat was net de laatste oefening, gelijk door naar de finish. Hoe vonden jullie het? Leuk! Super!